Up the haze, down up the haze, questions and answers. Ik had niet verwacht op zoveel vragen, dus dat worden veel antwoorden. Maar ik ga ervoor. Wat vind je van Debbe, Batty? Wat vindt Batty van Debbe? Debbe is sterk, jongens. Debbe is 93% THC over het algemeen. Als ik al een jonko gerookt heb, gaat het de beest al te hard voor mij. Je wordt er wel lekker high van, maar het is niet echt Batty's ding. Af en toe doen we het, maar Debbe is niet echt mijn ding. Ik hou van die jonko. Wat is je favoriete strain? Ja, mijn favoriete strain is sowieso Kosher Kush van DNA Genetics. Heerlijke smaak, volle indica, stoned. Nou, ik krijg daar gewoon een glimlach van. Je favoriete shop? Ja, de favoriete shop van alle tijden van mij is denk ik toch de Grey Area. Ze zijn maar heel kort open, van 12 tot 8. Ze hebben eigenlijk al 30 jaar continuïteit, grote lijn en veel verschillende smaken. Voor de rest hou ik van de Stut 137. Voyagers, de Kronkel, Dakota, dat zijn allebei twee shoppers in Nijmegen. Ik vond de High-Low erg goed. En niet te vergeten in Amsterdam, natuurlijk de Easy Times, ook een mooi menu. Hoe oud was je toen je begon? Ik was 18 jongens, ik heb tot mijn 18e eigenlijk altijd gekiept. Altijd mijn best gedaan en ja, ik wou profvoetballer worden, dus toen rookte ik nog niet. 18 jaar ben ik begonnen met roken. Wat is je grootst gedraaide joint ooit? Ja, geef me een kilo en ik draai er een van een kilo. Maar mijn grootste tot nu toe is 125 gram puur in een tulp. Voor de Cannabis Social Club in Nijmegen verleden jaar. Kronenburg Park was mistig. Waar heb je Hef leren kennen? Ik heb Hef leren kennen in Haarlem. In het patronaat. Hij was 2 of 3 weken later dan zijn broer, Atje. En normaal draai ik altijd een gekke joint voor het concert. Maar ja, bij Hef had ik geen tijd daarvoor. Ik heb hem gewoon een zakje wiet gegeven. En eigenlijk een week later belde hij al. En zo ging alles rollen. Ja, Hef is wel een goede homie van me. De hardste pokoe van Hef. Zijn er veel. Ik vind Replay als stoner natuurlijk heel goed. Maar dat is sowieso niet de hardste. Ik zeg Dat is voor mij de hardste van Hef. Meeste gerookt op een dag. Ja, moeilijk ouwe. Ik denk met Styles P en Jada Kiss. Zo'n 50 gram. In totaal over de hele dag. En tijdens de opnames van Spuiten en Slikken kwam ik toch ook wel ver hoor. Heb ik ook vanaf 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts gerookt. En dikke, dikke jonkels. Dus ja, ik denk dat het ongeveer zo'n 50 gram is per dag. Gekste persoon waar ik mee gerookt heb. Dat moet Riquan zijn. Riquan die rookte van Wu-Tang Clan. Ik had een joint gedraaid van bijna 17 gram. Shatter erin, wax. Rolex OG van Devil's Harvest. Amnesia G13 van Mr. Nice. Dat was echt een joint van 17 gram die eigenlijk voor alle 6 mannen was. Riquan rookte hem in een uurtje op. En vroeg daarna zelfs nog of ik wiet bij me had voor de busreis naar Kopenhagen. Ja, dat was een van mijn gekste rokers. Voor de rest kan Hef... Kan heel goed roken. Snoop Dogg rookt goed. Seppa natuurlijk. En vergeet niet de jongens van Dope DOD. Skits en Jay, die kunnen ook smoken. Indica of Sativa? Ja, dat ligt er een beetje aan jongens. Als ik moe ben, dan heb ik liever een Sativa. Maar als ik fit ben, dan heb ik weer liever een Indicaatje. Dus het is een beetje moeilijk om te zeggen... Ik denk toch voor de indica. Ik ga voor een white widowtje of een lekkere kush. Dat heb ik liever dan een heesje. Maar ik zeg je al, de dagen verschillen. Ben je ooit bed gegaan? Ja, in het begin ging ik nog wel eens bed. En als ik dep, kan ik in slaap vallen. Maar echt bed gaan dat je oud gaat? Nee, dat heb ik niet. Maar ik ben wel 1 keer oud gegaan, jongens. 1 keertje. Ik zat in het leger, 6 maanden op oefening geweest eigenlijk. Zo noemen wij dat, uitzending. En toen ik terugkwam, kwam ik een paar homies tegen. Wij naar de coffeeshop 136. En daar heb ik toen eigenlijk te veel gerookt. Omdat mijn bloed natuurlijk helemaal schoon was na die 6 maanden. Had ik te veel gerookt. Ik wou naar huis. Ik kwam maar niet weg. Steeds meer homies die zeggen, hey Batty, draai er nog één. Hey Batty, rook er nog één. Op een gegeven moment werd ik een beetje wit. Een beetje warm, koud, warm, koud. Even buiten zitten en veel suiker, water en honing. Toen was Batty weer de oude. Dus ja, ik ben wel een keer bed gegaan. Lukt dat?
De beste wiet. En waar haal je die? Ja. De beste wiet, dat is eigenlijk een beetje moeilijk om te zeggen. Het is gewoon... Er is altijd wel een shop in Amsterdam die een beter wietje heeft dan de andere. Op dit moment is de Koes aan. Rolex OG, Rieken OG, Biker OG, Jesus OG. Eigenlijk allemaal OG Koesjes. Volle indica's. Duur, sterk, maar ja, wel een glimlach op de poren. Waar haal je die? Ja, bij Voyagers, bij Easy Times, bij de Stut, bij... je kan ze eigenlijk bij alle shops wel krijgen. Utopia. 137. Je kan overal kan je lekkere koesjes krijgen. Het is elke keer anders. Elke keer is er een andere shop die de beste heeft. Ik vind Mr. K & Co. Dat zijn ook eigenlijk gewoon... Ja, dat is een shop die heeft altijd kwaliteit. Wel Devil's Harvest, de Rieken OG en Rolex, de Shoreline, de Strawberry Sour Diesel. Daar zou ik wel voor gaan hoor. Dat zijn op dit moment denk ik de beste wietjes. Waar ben je 20 april op 420? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik dit keer... wel in Amsterdam wil zijn. Verleden jaar was ik dus Nijmegen. Of op een groot smokefestijn. Dus heb je ideeën voor de Batty? Waar moet ik komen roken op 20 april? 420? Meld me. Wanneer Purmerend? Purmerend heeft twee shopjes, heb ik gehoord. Ik ga zeker naar Purmerend toekomen. Ik denk in de zomer. En dan gaan we niet in de shop, maar dan gaan we lekker buiten roken. We gaan de boel mistig maken. Dus Batty komt sowieso door het hele land. Vraag niet steeds wanneer. Je gaat me vanzelf zien. En het gaat mistig worden in Nederland. Geloof mij. Purmerend, Batty komt eraan. Hoeveel rook je per dag? Nou, dat is ook gemiddeld. De ene dag rook ik 2 grammetjes, de andere dag rook ik er 8. Hoe is het stressgehalte? Hoe is de stash? Wat moet je doen? Heb je een beetje geslapen? Het ligt eigenlijk aan heel veel dingen. Met wie ben je een opname aan het doen? Doe je geen opname? Als ik geen opnames doe, rook ik tussen de 2 en 3 gram. Als ik opnames doe, denk ik tussen de 5 en de 7. En als ik echt gek doe, dan is het gewoon 15 plus. Heb je veel bitches? Wat zijn bitches? Ik zie sowieso vrouwen niet als vlees, dus heb je veel bitches? Nee, Batty heeft geen bitches. Ik heb wel een paar vriendinnen en ik hou van de dames. Dus mijn naam is misschien wel raar, maar dames, Batty loves bitches. Daar gaan we. Werk je en hoe bekostig je de wiet? Nou, ik werk op dit moment dus niet. Ik heb ook geen uitkering. Ik heb de laatste 2,5 jaar geleefd van geld wat ik had van mijn werk. Ik had 8 jaar gewerkt, dus ik kreeg daar sowieso het salaris van mee. Ik heb wat sponsors en ik heb wat mensen pijn gedaan. Dus ja, daar leefde ik van. Op dit moment ga ik wel weer 2 dagen werken. Niet in de shopwereld, ik doe het buiten de shop. Ik heb een baan gevonden waar ik veel geld verdien. En niemand hoeft eigenlijk te weten hoe ik aan mijn geld kom, toch? Jullie moeten allemaal wat storten naar de Batty. Dan komen er nog veel meer dingen. Ik denk aan een crowdfunding. Die sponsors... Die lullen ook alleen maar. Dus Batty gaat sowieso door. Het gaat mistig worden. Ik ga een crowdfunding doen en ik ga 2 dagen in de week werken. Maar wat voor werk dat is, daar ga ik niet over uit. 2017, waar en hoe? 2017, ik laat je hoesten. Ik ga je laten hoesten. Ik ga het hele land door en ik laat je hoesten. Dat is 2017, een kleine verkapte versie van de gouden longen die ik er niet uit heb gekregen in 2015 en 16. Omdat gemeentes en het Nederlandse wietbeleid en de sponsors gewoon allemaal bout zijn. Gewoon klotezooi. Ik heb geen zin om jullie allemaal uit te nodigen op een festijn waar we allemaal opgepakt worden of gezeik krijgen. Dus Batty is aan het strijden. Ik ga dit hele jaar het land door. Ik ga jullie laten hoesten in een kleine verkapte gouden longen versie. Dus 2017 wordt mistig. Meest trots op je joint. Op welke joint ben jij het meest trots? Ja, ik ben eigenlijk op al mijn jointjes wel trots. Het is, ik denk het meest trots ben ik toch op mijn AK joint voor de Serial Killers. Be Real. Dat is toch wel een god. En die joint was toch wel gewoon echt master. Ze moeten ook allemaal goed roken. Er moet veel rook vanaf komen. En geloof me, van die AK kwam echt een dikke rooklaag. En het is ook mooi dat een idool als B-Real 3 of 4 keer naar je joint vraagt. Dus het meest trots op mijn joint, ik denk toch wel dat het die AK was. Maar ik ben ook heel trots op mijn bottle joint waar Seppa hard van ging. Ik ben trots op mijn Popeye. Ik ben eigenlijk trots op al mijn joints. Mm.
Wanneer heb je voor het laatst niet gerookt? Nou, de laatste paar weken ben ik dus heel erg ziek geweest. Ben een paar keer naar het ziekenhuis geweest. Er zijn ook dagen geweest dat ik dus niet gerookt heb. En ja, normaal rook ik eigenlijk wel gewoon elke dag. Op vakantie, als het op vakantie niet is, hoef ik niet te roken. Het enige wat Batty wel altijd moet roken is een sigaret. Dus ja, ik kan wel zonder jonko als het moet hoor. Wat hoop je te bereiken? Ik hoop sowieso te bereiken dat de wiet niet altijd in een slecht daglicht moet staan. Het is niet altijd criminele shit en het is niet altijd zoals er verteld wordt. Je mag in Nederland mag je drinken, je mag 100 flessen strodem halen, no problemo. Als ik jou 3 flessen strodem door je keel giet, dan kan je gewoon weg zijn. Dus dat mag. Maar alweer als je 6 gram wiet in je zak hebt, dan ben je een crimineel. Dus wat ik hoop te bereiken, is dat de wiet in een beter daglicht wordt gezet. Dat we kunnen lachen met wiet. En dat we gewoon 50 gram wiet op zak moeten kunnen hebben als we willen. Dus wat ik wil bereiken, is dat de wiet gelegaliseerd wordt. En dat iedereen die 18 is en zin heeft om te roken, gewoon moet kunnen roken. En ook de lekkere sterke wietjes. Niet alleen wat Nederland wil met 15%. Nee man, als ik een lekkere sterke Warlock Haze wil, of een Indica, een Kush, die boven de 20% is, moet dat kunnen. Bij de drank mag je ook gewoon een strohrummetje van 80% halen. Of een whisky van 46%. Dus wat voor bullshit ga je zetten op wiet om alleen de lichtere wietjes toe te laten. Hash moet ook gewoon kunnen. Ook al sponsor je daarmee de smokkelaars. Hash moet gewoon gerookt kunnen worden. Als je 18 jaar bent en je wil een hashje roken, moet dat gewoon kunnen. Dus Nederlandse staat, ga er niet zo dom doen met de shops. Te gaan proberen verbieden om hash te verkopen. Omdat ze dan de kwekers en de hosselaars sponsoren. Gewoon niet doen. Niet doen. Gewoon de hash verkopen. Wat een vragen, jongens. Hey. Haze of Kush? Ja, hetzelfde als Indica of Sativa. Ik kies sowieso voor de Kush. Geef mij maar een lekkere Rolex OG of een Rican OG van Devil's Harvest Seeds. Kosher Kush van DNA Genetics. Oi, 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 oi. Ik had laatst nog die Green Valley. Die was ook lekker, ouwe. En je weet nog welke woon bij spuiten en slikken, hè? De 24K Mandarin Tangerine. Oi, 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 oi. Gewoon glimlachen. Ik rook nu trouwens een OG 18. Ook zo'n lekker wietje. Een OG Kush die eigenlijk doorgekruist is. Heerlijk van smaak. Dus Kush, ga je met je volgers smoken? Laat ik dit duidelijk stellen. Ik rook het liefst met jullie allemaal. Maar er zijn zoveel mensen die met mij willen roken. Je moet me gewoon tegenkomen. Soms hang ik een paar maanden in een shop. Soms ben ik overal nergens. Als je me tegenkomt en ik heb tijd, rook ik sowieso met jullie. Ik ga wel kijken in de zomer, waar roken jullie, met wie roken jullie en wat roken jullie. En daarmee ga ik dus roken met mijn volgers. Maar of er echt gouden longen sessies gaan komen, ik kan dat niet allemaal bekostigen. Met die crowdfunding, als daar genoeg binnenkomt, ga ik ook mijn volgers blij maken. Geloof mij, turn up the haze, die koppen gaan gloeien in 2017. En als jullie willen dat ik met al mijn volgers ga roken, dan moeten we een Battyfest gaan organiseren. Een mooi groot terrein, een paar hiphop artiesten en de hele dag smoken. Maar geloof me, daar is money voor nodig. Dus dan gaan we een crowdfunding doen. Crowdfunding voor de Battyfest. Welke Nederlandse rappers wil je nog mee roken? Ik wil heel graag roken met Seven. Ik wil roken met Boef. Poef, bang bang. Waarom reageer je niet, man? Ik heb zoveel tekst op je reet laten zetten omdat ik met je wil smoken. Speciale kamelenpoepjes. Ik wil met jou roken, man. Maar sowieso het eerst met Seven, met Kevin en met Johnny Sella. Rotterdam Airlines, ik kom jullie heel snel opzoeken. En ik ga jullie hoger laten vliegen dan die airplane doet, geloof mij. Voor de rest lijkt me ook wel een keer gelachen om met Lijpen te roken. En van de Nederlandse Digits, ik kom eraan, jongen. Wiet in Breda. Ik kom altijd bij het Baronnetje vroeger. Ik weet dat in het zuiden dat het allemaal een beetje lastig is met toeristen en dat soort dingen. Geregistreerde shit. De wiet in Breda. Ik ga binnenkort daar een review doen. Ik kom testen. Maar ja, Batty kent eigenlijk alleen de Baron. En dat is al van 20 jaar geleden. Dus de wiet in Breda, die moet ik nog gaan uittesten. Meeste in een sessie gerookt. Ja, het meeste in een sessie is toch wel gerookt met Zeppa tot nu toe. En met Zeppa denk ik dat ik zo'n kleine 20 gram heb weggerookt.
En gewoon een sessie, ja, als je bedoelt ook met concerten, dan komen we toch weer richting die Styles P met die bottle van 35 gram en andere gemixte jonkers. Daar heb ik zo'n 50 gram gerookt. Dus, maar dat was net al een vraag. De lekkerste hash. Ik vind die champagnehash van oma Fred wel heel erg lekker hoor. Die is in Amsterdam te krijgen in de Stut en in de Noen. En het is heel high, je gaat er niet van slapen. Lekkere hash isolators zijn ook goed. Kamelenpoep is eigenlijk over het algemeen best lekker. Alleen ik kan het nooit zo goed inschatten hoe het valt. Maar de lekkerste kamelenpoep vindt Batty toch wel de champagnehash. De champagnehash van oma Fred. Hoe oud en andere hobby's? Nou ja, ik had het al gezegd, ik was 18 dat ik begon. Ik heb andere hobby's. Andere hobby's van mij zijn voetbal. Sowieso Fiorentina en Ajax, dat zijn hobby's van mij. Ik hou van voetbal, ik hou ook van andere ploegen. Als iedereen voor dezelfde ploeg was, dan was er geen moer aan. Dus ik hou van voetbal, ik hou van strijd. Ik vind K1 vind ik leuk. Ik hou eigenlijk van alle sporten en ik ben helemaal gek van Bruce Springsteen. De Bos. Een van mijn hobby's is ook jointjes draaien. Uitgenodigd worden door shops. Ik ben wel eens uitgenodigd door shops, maar niet zo vaak. Ik weet niet, ik werk nu met shops, niet meer voor shops. Sinds ik bij de wortel weg ben, mis ik het wel. Ik zou graag eigenlijk wel elke dag gewoon met mijn handjes in de wiet willen zitten. Af en toe mag ik een wietje testen. Wil je dat Batty jouw shop komt testen? Vraag het gewoon. Vragen jullie allemaal aan jullie shops waar jullie halen. Is Batty welkom voor een review, een eerlijke review. Ik kan je omhoog schieten, ik kan je naar beneden brengen. Maar als jij lekkere wiet hebt, wil Batty het weten. Dus word je wel eens gevraagd door shops. Het ligt ook een beetje aan jullie. Maken jullie kenbaar dat Batty de shops wil testen. Welke personen internationaal? Ik heb internationaal heb ik nog zeker wel een paar die ik heel graag wil catchen. Dat is sowieso Wiz Khalifa, Busta Rhymes, Dr. Dre, Ice Cube. Ik zou heel graag willen roken met Ace Hood nog een keer. Waka Flocka, I'm Your Man. En natuurlijk, je weet, als Redman, Method Man, Onyx, als die in town komen, is het altijd gezellig. Ik heb ook heel veel respect voor Nelly, maar ja, hij rookte niet zoveel. Heb je ooit met Dope D.O.D. gerookt? Dope D.O.D. is fam. Driggles, Skits, Jay, turn up the haze. Laat die koppen gloeien. Doer was echt een van de mooiste momenten, jongens. Dank jullie wel. Dope D.O.D. zit in mijn hart. Hun gaven mij een podium met zeker 20.000 man en lieten mij gewoon daar even mijn jonkoetje roken op het podium. Dope D.O.D. zit in mijn hart, jongens. Waarom ik begonnen ben met roken? Ja, dat is eigenlijk een lastige vraag, man. Waarom ben ik begonnen? Ik rookte nooit tot mijn 18e. Ik was altijd met voetbal bezig. Ik was keeper. En toen op een gegeven moment dat ik dat niet ging redden en ook eigenlijk mijn school een beetje liet liggen, moest ik het leger in als dienstplicht. Daar werd eigenlijk sowieso in de dienstplicht werd alles gedaan wat God verboden heeft. Pilletjes, coke, roken, blowen. Ik begon met een sigaretje roken, omdat je af en toe gewoon een minuut of twee pauze had. En dan moest je geurig zitten. En iedereen zat te roken. Ik rookte nog niet. Ik ging automatisch mee roken. En toen ik in Amsterdam kwam, zeiden mensen, als je sigaretten rookt, dan heb je niks aan. Je moet een jonko roken. En nou, daar was ik het wel mee eens. Ik ben eigenlijk alleen nooit met beide gestopt. Dus ik heb die jonko leren paffen van DJ TLM. Van Brainpower. Met hem ben ik begonnen met roken. Hij is gestopt. Ik ben doorgegaan en... ja, TLM is toch wel de boosdoener geweest. Thanks, Onkas. Favo Shops, ja, die heb ik al genoemd, jongens. Dat is sowieso dus de Grey Area, Voyagers, de Stut, 137, Easy Times, Kronkel, Dakota, Hilo. En in Zwolle vond ik trouwens New Balance ook wel doop. Bede Dedems Vaart, Far Out. Dat zijn allemaal goede shops. Wat vind je van Hef's nieuwe album? Ik heb het nu een paar keer geluisterd. Shooter vind ik erg dope. Ik vind het aan de ene kant wel een beetje jammer dat hij alleen maar featurings bijna heeft. Featurings met Crooks of hoe heet het, Allah, maar je eigen album. Ja, Hef is gewoon keihard. Ik vind het alleen wel jammer dat het allemaal featurings zijn. Want sommige artiesten waar Hef mee samen gaat, ja, kan ik niet zo diggen. En
Ja, ik weet niet. Ik vind het aan de ene kant wel jammer dat hij dus veel featurings doet. Maar ja, Hef blijft altijd hard. Hef is Hef. Favo all-time hip-hop. Ja, ik moet je toch wel zeggen dat mijn favoriete nummer is Tim Dog, Fuck Compton. Dat nummer kan ik gewoon dromen. En Tim Dog is er ook niet meer. Maar ik vind sowieso de old-school American hip-hop en eigenlijk West Coast hou ik toch wel ook wel van hoor. Dat is, ik weet niet, ik ben gewoon wat dat betreft. De Nederlandse hip-hop heeft de laatste jaren overgenomen. En ik kan in Nederland erg genieten van Cho, Seppa, Mokromaniac, Hef natuurlijk. En Winnen en Vijs. Ik hoorde laatst het weinig van, maar daar kan ik ook van genieten. Great Minds, mooi concert. Ik vind eigenlijk alle hip-hop wel. Er moet gewoon een goede beat bij zitten en het liefst een beetje verhaal. En ja, als je dan rap dat je hier klapt en dat je dat soort dingen doet, boef, dan wil ik dat zien ook. Little Kleiner, voor jou ook. Je mag van je management niet roken. Vind het erg jammer, jongen, want op al je snaps en dingen zie ik gewoon dat je wel rookt en drinkt. Dus zeg dan gewoon, ik wil niet met jou roken, Bart. Wanneer een boek of een docu? Steffi, we hadden al plannen voor mijn docu, toch? Laten we die docu snel maken. Als je terug bent, gaan we aan die docu beginnen. Een boek schrijven, daar ben ik al lang allemaal bezig. Maar geloof me, mijn boek heeft zoveel bladzijden. Dat moet ik pas doen op mijn 50ste of 60ste. Maar er komt zeker een docu aan en ook een boek. Kan je stoppen met wiet? Kan wel, maar wil je stoppen met wiet? Nou, ik hoef nog niet te stoppen. Ik heb zelf zoiets, als ik mijn kist in ga, gooi je allemaal een lekkere topkoes. Zodat je rijk dat bad in gaat. Ik zal nooit stoppen met smoken, jongens. Nooit. Ik stop pas wanneer ik wil. En ik weet zeker, ik wil dat niet. Ik wil die wietjes blijven proeven. I want to get high. Het wordt mistig in Nederland, jongens. Het blijft mistig. Stoppen met wiet. Hou je van vuurwerk? Ik hou van vuurwerk. In mijn jonkels. Dikke koes. Shatters. Wax. Heb je ooit medicinale wiet uit L.A. gerookt? En zo ja, wat vind je ervan? Ik heb geluk met bepaalde connecten dat ze soms wat opsturen. Dus ja, ik heb die medicinale wiet uit L.A. gerookt. En dat is gewoon eigenlijk de koessoorten. De Gorilla Glue C4. Ik heb veel Shatters, Rosins en dat soort dingen gerookt. Ja man, ik heb die medicinale shit, zelfs CBD-wiet gerookt. Heerlijk, ik hou van wiet. Ik gebruik het niet als medicinaal. Ik gebruik het als recreatief. Dus ik zou nooit patiënt worden om wiet te roken. Ik ben geen patiënt om wiet te roken. Dus als jullie wel denken dat jullie patiënt zijn om wiet te roken, dan hoop ik dat het wat met jullie doet, waardoor jullie lekker voelen. Maar bij mij is het gewoon recreatief. Ik rook omdat ik lekker high wil worden. Ik hoop dat jullie tevreden zijn met deze vragen. Het waren er toch best wel veel. En ik ga lekker smoken, een beetje uitrusten nog. Ik ben bijna fit. Ik voel dat ik elke dag fitter word. Ik ga weer vlogs opnemen. Ik ga jullie weer laten zien waar het mistig wordt, hoe het mistig wordt. Lekkere wietjes, goede hasjes, mooie hip-hop concerten. En wat ik al zei, locaties die ik ga bezoeken waar jullie roken. Want ik wil ook weten, waar smoken jullie? Thanks voor alle love die ik krijg. Voor al mijn haten, sorry. Ik kan er niks aan doen. Ik ben Batty. 2017 gaat mistig worden. Jullie hebben even moeten wachten op dit. Maar geloof me, Batty gaat weer vuur spugen. Gouwe longen sessies. Mokromaniac, bel mij eens man. Je hebt elke keer een ander nummer. Blijf trainen met die push-ups. Ik wil weten wie heeft die goudste longen. Turn up the haze. Ciao.